zo, dames en heren, het begint er aardig op te lijken dat de laatste der Mohikanen nu toch wel werkelijk uitgestorven is. Daar hoor je de laatste tijd tenminste weinig meer van. En dat is zonde. Of tenminste, ligt u daar nou wakker van? En bovendien, er verdwijnt zoveel. Ziet u de laatste tijd nog wel eens een kamerlid? Of een vloeien theater? Of een water- en vuurvrouw? Of een weeskind? Of een bloedspuging? Of een riedekker, of een negerzoen, of pruimtabak, of blinde staar. Waar zie je nog een pindaman? Een waterhof. Een kombinijswinkel. Een halve cent. Een bikkelspel. Een kwispedoor. En dan mensen die je nooit meer ziet. Ex-koning Farouk, Foster Dulles, koningin Emma of Sonja Oosterman. Nikita Khrushchev. Greta Garbo en minister Beel. Ja, en dan mensen die nog nooit iemand heeft gezien. Anna Bijns, zuster Betke. Eduard Jacobs. Jezus van Nazareth. Ja. Meneer Parker van de Vulpennen. Hans Dorrestein, Henri Dunant. De vader van heer Bommel. De onbekende soldaat. Ja, nee, nooit gezien, dat klopt. En dan mensen zoals je ze tegenwoordig niet meer ziet. Florence Nightingale. Michiel Adriaanszoon de Ruiter. De kerstman. Doris Rijkers. Dracula! Mensen die ons niet meer zien! Jules de Korte en José Feliciano! Mensen die je voor je ziet! Je moeder! Juffrouw Van Dalsem van de kleuterschool! Je moeder! Ach, je moeder onder de douche! Je verdronken vriendje! George Groot! Jacques Leuters! Anke Groot! Pieter van Empelen! Fred Fleurissen! Je moeder! Ja, je moeder! En aan dat... Iets dat je nooit zult zien! Freule Utewaal in een hotpad. Yeah. Is het niet triest, dames en heren, is het niet intriest dat onze kindskinderen er geen weet van zullen hebben wat een hooikist was? Of een hondenkar. Of een haveloos ventje. Of een hanglip. Of houten kleppers. En is het bovendien niet triest om te moeten beseffen dat ze nooit zullen weten wie Naatje van de Dam was? En wat een knijpkat was. Of Radio Oranje. Of wat het Vaticaan was. Soms voel ik een echt verdriet om dingen die je niet meer ziet. Geen keeshond meer van kaptein Rob, nog dames met zo'n dikke krop. Keeshond Struma uit de mode, evenals de volle Joden. Een heldere beek, een kreek, een vliet. Zijn dingen die je niet meer ziet. Maar heren toch, zeg, luister nou eens even. Die toon van pessimisme vind ik werkelijk overdreven. Ik geef het toe, er zijn een massa dingen aan het verdwijnen. En ook bepaalde diersoorten, vooral de hele kleine. Maar dat je hier geen luis meer ziet, dat is toch geen gemis? Want zonder luizen leeft de mens gezonder. En het wil nog lang niet zeggen dat die uitgestorven is. Want ga je naar een popfestijn, dan zit je onder. Maar mevrouw, neem nou die struma, dat is een ouderwetse kwaal. Die zie je toch vandaag de dag niet meer op grote schaal. En de pest en pokken hebben we al eeuwen niet gehad. In besmettelijke ziekte zit toch zeker flinke klad. Maar er staat toch tegenover dat elkeen die jachtig leeft tegenwoordig vetafzetting op zijn kransslagader heeft. En daar niemand zich bekommert om vervuiling van de lucht, nemen astma en bronchitis, godzijdank, een hoge vlucht. Ik kijk niet voor niet zo sip, ik zag sinds lang geen hazenlip. Ook zag ik al een hele poos mijn tante niet, mijn tante Toos. De kooiboyfilm ging eraan, ze zei niet meer recht toe, recht aan. Wolken, kolken, wijd verschiet, zijn dingen die je niet meer ziet. Maar heren toch, zo moet u dat niet stellen. Natuurlijk zijn de hazellippen op één hand te tellen. Maar dat wil nog niet zeggen dat gebreken niet bestaan. Want Softenon heeft in dat kader immers veel gedaan. Maar we zijn toch ondertussen van de cowboyfilm beroofd. En dat is voor de mens een reuze zonde. Maar met dat afgehakte handje en dat afgehouwen hoofd, die
deed Fellini toch een pleister op de wonden. O jee, de tijden zijn voorbij dat ieder zocht naar werk. En dat de massa's dom gehouden werden door de kerk. Maar wij willen aan u vragen, nou waar zie je nog de nood? Die heel de mensheid lam staat en die alle geest heeft dood. Die vader zwingt een heil te zoeken bij een vreemde stoot. De nood die kleine kinderen laat spelen in de goot. De nood die erger is dan watersnood of hongersnood. Dan is mijn antwoord, we hebben toch de woningnood. Ja, natuurlijk zijn er vele dingen die je niet meer ziet. Maar tegenwoordig heb je dingen, nou die had je vroeger niet. Er zijn geen hoeksen en geen kabeljauwse twisten. Maar tussen Feyenoord en Ajax blijft het gisten. En het nieuwe jaar beginnen zonder Gijsbrecht valt niet mee. Maar traditie met nieuwjaar wordt nu verhoogd, de BTW. En denk je soms met weemoed, vroeger lieten ze toch op de buis van anders zien dan zwaar ik te lijken. Nou dan kunt u nu, nou dan kunt u nu, nou dan kunt u nu gezellig eens een avondje naar boven.